Deze route gaat dwars door het ijs. Een kwestie van een paar weken doorbijten. Godzegen. De film speelt op Nova Zembla in de late 16e eeuw. Regisseur Reinoud Oelemans maakte de eerste Nederlandse 3D-film over de zeevader Willem Barents, die er met zijn bemanning overwinterde in het behouden huis. De Groningse professor Laurens Hakkebord ging vol verwachting naar deze spraakmakende film, maar kwam van een koude kermis thuis. Ik vind wel dat hij een aantal fouten heeft gemaakt en die vind ik gewoon jammer. Hakkebord is directeur van het Arktisch Centrum in de stad en houdt zich zijn leven lang al bezig met het Poolgebied. Hij nam deel aan verschillende expedities. Het treft hem dat de film vol zit met onwaarheden. En hij laat Gerrit de Veer op een gegeven moment sterren kijken midden in de zomer. Terwijl er gewoon helemaal geen sterren te zien zijn in de zomer. En dat weet vrijwel iedereen die iets van aardrijkskunde gehad heeft, weet dat boven de Poolcirkel dat je daar zomers 24 uur licht hebt en 's winters 24 uur donker. Hoewel de wetenschapper blij is met de film over Nova Zembla, betreurt hij het resultaat. Ik vind het echt een gemiste kans. En dat heeft vooral te maken met het feit dat Oelemans geen keuze heeft willen maken. Hij had moeten kiezen tussen of een historisch verhaal vertellen of fictie.